Nederland heeft heel veel moois te bieden. En Zuid-Holland heeft het wel heel erg goed getroffen. Natuurgebieden zijn meer dan alleen een naambordje in het landschap. Ingeklemd tussen de aaneengeregen steden zijn ze, als je goed oplet, nog te vinden. Kleine of grotere groene parels. Wij gaan ze voor je ontdekken in Hollands Groen. De provincie Zuid-Holland herbergt bijzonder veel verschillende soorten planten en dieren. We hebben hier zelfs een van de meest soortenrijke duingebieden van Europa, de Voornse Duinen. In aflevering 5 krijgt Johan hier een rondleiding. Mirjam is in het buurtschap Schuwacht bij Lekkerkerk. Ze gaat alles leren over het reilen en zeilen van eendekooi Bakkerswaal. Een eendekooi was vroeger bedoeld om de vogels te vangen om ze op het menu te zetten. Tegenwoordig wordt die gebruikt om de eendenpopulatie op peil te houden. Dit is een eendenkooi, maar ik zie niet heel veel eenden. Klopt. Hoe komt dat? Nou, wat je nou ziet, dat is de kooiplas. Ja. En in het winterhalf jaar, herfst en winter, dan verzamelen zich hier iedere dag een paar duizend eenden om de dag door te brengen. Dat loopt wel op tot 5000, 6000 eenden, soms nog wel meer. Dus je zou kunnen zeggen dat onze timing niet heel goed is? Als het jouw bedoeling was om heel veel eenden te komen bekijken, dan is je timing niet goed. Okay. Nee. Waar zijn alle eenden nu dan? Heel veel eenden die 's winters hier op de plas liggen, die zitten nu nog in de broedgebieden. Okay. En die liggen ver noordelijk en oostelijk van ons. Okay. Tot wat vroeger de Sovjet-Unie was, tot wel 5000 kilometer hier vandaan. Helemaal die kant uit? Ja. Okay. Daar is heel veel ruimte en natuur. En prachtige gelegenheid voor eenden om te nestelen en kuikens groot te brengen. Ja. Alleen 's winters is daar landklimaat, een halve meter sneeuw en 20 graden veel vorst. Veel te koud. En dan moet je als eend niet zijn. En dan komen ze onze kant op. Klein eendje wat daar nu zwemt, dat is een smint. Daar komen er dus in 20,5 jaar een paar duizend van. Goeiedag. Ja. En er blijven er altijd een paar over, maar die hebben dan een keer een blessure opgelopen. Dus die kan de reis naar Rusland niet maken. Oh, dus blijft daarom blijft hij hier? Ja. 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 Ik ben op mijn 15e begonnen in de eendenkooi in Overijssel en op mijn 19e was ik kooiter. Maar als puber was u dus al aangetrokken door eenden? Ja, ja. Hoe kan dat nou? Nou ging het mij er niet om om eenden te vangen. Ik ben geen kooiker geworden omdat ik brood zag in het vangen van eenden. Nee. Maar ik ben kooiker geworden omdat ik een bestaan zocht met heel nauw contact met de natuur. En dat zat er al vroeg in? In de natuur, ja. Dat zat er van het begin af aan in. Ja. 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 En wordt u hier nou blij van? Ja, hier, dit doet mij goed. Ja. En het mooiste is de beloning op al je werk als hier... een winterdag de kooi helemaal stampvol ligt met eenden, dat je bijna kunt lopen over de eenden. Dat is uniek, dat vind maar een tweede plas waar je dat ziet. Nou ja, dat komt door ons werk wat we hier dan dagelijks doen. Dat zijn de mooiste dagen. De Voornse Duinen, ten westen van het dorp Oostvoorne. Een gevarieerd natuurgebied met bos, duinvalleien en zandhellingen. Het is een walhalla voor vogelliefhebbers. Johan gaat op pad met boswachter Jan Alewijn Dijkhuizen en ontdekt dat het er ook vol knaagdieren zit. Jan, goedemorgen. Ook een goedemorgen. Heel vroeg. Ja. En we gaan op muizenjacht met jou. Maar voordat we beginnen, hier zit een heel klein lief konijntje onder die auto, maar die ziet er niet zo best uit. Hij heeft hele dikke ogen, hè? Dat kun je zien. Ja. En wat is dat dan? Ja, hij heeft last van een soort pokkenvirus. Myxomatose heet dat. Oh ja, en dat is zo'n besmettelijke... Ja, dat is heel erg besmettelijk. En wat betekent dat voor dit gebied? Nou, konijnen zijn eigenlijk de belangrijkste diersoort van een duingebied. Want die zorgen dat alles lekker kort blijft en open blijft, zeg maar. Ja, en sinds een paar jaar hebben we die ziekte hier behoorlijk sterk.
Dus ja, onze grote groep grazers die zijn dus gedecimeerd. Hey, en vandaag gaan we op muizenjacht. Waarom doen we dat? Nou, alles wordt hier onderzocht. Hoeveel vogels er zitten, hoeveel vlinders er vliegen, hoeveel plantjes er staan en wat voor soorten. En we doen ook onderzoek naar kleine zoogdieren. Oh, maar het is om te onderzoeken. Ja, ze leven nog. Ja, nee, dat snap ik. Dat mag ik hopen tenminste. Nee, maar ik dacht dat er hier dan misschien te veel zaten. Nee, juist niet. Oh, niet? Nee. Oh. Nee, niet alles hoeft dood hier hoor. Dat dacht ik. Kijk, het is een muizenjacht en muizen is vaak overlast. Dacht ik. Maar dat is dus niet zo. Nee, zeker niet. Oké. Zal ik even uitleggen hoe het werkt? Ja. Kijk, dit is zo'n valletje. Dit is de leefruimte met hooi en die lekkere pindakaas. Ja. En dan lopen ze hier doorheen? Ja. Ja? En dan zit hier een klein pinnetje. Oh, als je daarop klap je drukt, heel hard dicht. Het gaat gewoon zo. Dan is die dicht. Maar dan zit hij erin en dan heb je hem. Ja. En dan heb je hem. En dan? Nou, we kijken en maken er foto's van en we laten hem weer los. Dat is eigenlijk het enige wat je doet. Oh, je neemt hem niet mee ergens naartoe? Nee, dat je hem niet. gaat zitten bekijken? Nee, juist of, niet. Nee? We laten ze zo snel mogelijk weer terug in hun eigen leefomgeving. Hoeveel van die vallen heb je staan? Ik heb nu 30 vallen neergezet. 30? Nou, dan moet er toch wel ergens een muis zitten. Ja, ik hoop het. Ik hoop het. Ja! Hier zit er één in. Ja, deze is dicht. En daar gooi je hem in leeg. Kijk, daar zit hij. Wat denk je dat het is? Nou, ik denk, ik heb geen stand van een spitsmuis. Ja, dat is een spits dingetje. Hij heeft een heel spits snoetje. Ja. Hé, niet hard knijpen. Nee. Dat vergt enige ervaring, maar daar is hij. Kijk jij, joh, wat een mooi beestje. Kan je zien hoe bewegelijk die bekjes zijn, hè? Maar kijk uit met je vingers, want ze kunnen gigantisch bijten, hè? Zijn vleeseters. Nee, maar zo'n klein muisje. Ja, maar als je naar het gebit kijkt met een loepje, echt hele scherpe tandjes en ook hele scherpe kiezen. Ach, kijk dan. Oh, kijk dan, joh. Nou, dan zie je ook wel zijn tandjes, ja. Dat zijn mooie, scherpe, lange tandjes. Hij is wel iets kleiner dan ik had gedacht. Ja? Ja. Ja, terwijl dit gewoon een volwassen exemplaar is, want ze kunnen nog wel een stukje kleiner zijn. Maar Jan, ik heb je map gezien. Ja, dit was val nummer 756. Ik ga nu even heel interessant doen, dus ik weet wat ik ga doen. Ja, hier schrijf je op het val nummer 756. En spitsmuis. Auw, zo, nou is hij mij aan het bijten. Oh, sorry. Ja, nou, dat heb je als je hem geen meelwormen geeft. Zet hem maar terug. Ik laat hem los. Laat hem maar los. Bij Mirjam in Lekkerkerk is het tijd om de broedkorven bij de eendenkooi weg te halen. Dit juist nu, omdat de eenden er op dit moment niet zijn. De broedkorven worden op het droge gelegd, zodat ze langer meegaan. Dit is Geertje. Ja. En dat is Femke. En die helpen ook mee. Ja, die gaan mee voor de gezelligheid. Voor het moreel. Oké. Ja. Ik kom aan boord. Kom maar in. Hoppakee. En hoeveel broedkorven heb je hier dan staan? Nou, ik ben de tel al jaren kwijt, maar 100 zijn het er zeker. 100, 120, 125. Eerlijk gezegd betwijfel ik of hier succesvol in gebroed is. Ik denk het niet, want ik zie geen dons. Een broedende eend die haalt donsveertjes tussen haar borstveren vandaan. Dat is heel mooi fijn dons. En daar dekt ze de eieren mee toe als ze eraf gaat. Ach ja. Dus deze is waarschijnlijk niet gebruikt? Ik denk dat deze niet gebruikt is. Okay. Kijk. Ja. Prachtig. Zeker. Eitjes, dons. Doppen. Eiervliezen. Yes.
Want hoeveel zijn er meestal bezet geweest van de... Nou, nooit allemaal, maar nee. 95% is bezet. Ja, echt? Ja. Eenden zitten er heel graag in. Een eend die gaat dus niet zoals een merel of een huismus met bekken vol nestmateriaal heen en weer slepen. Nee. Maar wij doen hier wat verweerd hooi in, oud verweerd hooi. En die eend die draait daar een kuiltje in en die maakt daar zijn nest. Ja, dus eigenlijk zijn eenden best wel lui. Nou, ik zou niet willen zeggen dat eenden lui zijn. Laten we zeggen dat ze makkelijk zijn qua nestkeuze. Ja. Zeker niet lui zijn de vrijwilligers van de eendenkooi. Mirjam gaat ze helpen. Ik heb de handschoenen aan. Ja. Wat gaan we doen? Nou, dit riet moet op lengte gemaakt worden. Ja. Dus dat is van het gors af afgekomen van de winter. Ja. Dus dat moet op lengte gemaakt worden. Het is allemaal nu geborst en we pakken dan 3 bosjes tegelijk. Ja. En dan gaan we naar de koppensneller toe. De koppensneller? Dat is de koppensneller, zo heet het. Ja, je moet je eigen kop er niet tussen doen, maar niet. De kop van het riet alleen. Oké. Okay. Dan wordt het precies op lengte gemaakt. Ja. En het is dusdanige lengte dat inderdaad je er achterlangs kunt lopen, zodat de eenden je niet zien. Dat. Zo? Ja. Oh, sorry. Maar oké. Okay. Stoeien met het riet, hè? Goed bezig. Johan en boswachter Jan trekken ondertussen verder richting de zee en de slikken van Oostvoorne. Door de getijdenwerking is in dit gebied een dynamisch kustlandschap ontstaan met geulen en zandplaten, een belangrijke voedselbron voor veel soorten vogels. Ja, je zit hier 6 kilometer van het grootste industriegebied van Nederland af. Maasvlakte. De Maasvlakte. En hier heb je rust en ruimte. Eigenlijk moet je een beetje vergelijken met de Wadden, het Waddengebied. Je ziet het al, het water is een beetje aan het zakken. Ja. Dat betekent dus dat de bodem zichtbaar wordt. Dus dit zijn de slikken van Voorne. Maar wat is een slik? Dat is neergeslagen slipdeeltjes uit zeewater wat door het getij aangevoerd wordt. En vooral dat slip, dat is heel belangrijk voor vogels. Want daar zitten schelpdiertjes in en kevertjes. En daar zitten ze in te prikken. Te poeren, precies, om voedsel te zoeken. Maar dit is niet het meest drukke periode, hoor, overigens. Het is straks tijdens de vogeltrek wordt het nog veel drukker. Ja. Tijdens dat vliegen verstoken ze natuurlijk enorm veel energie. En die hebben maar heel weinig tijd om het weer aan te vullen. Want ze willen zo snel mogelijk natuurlijk naar de warme streken. Dus die zitten hier echt een paar dagen zich op te vetten. Letterlijk. Zodat ze weer en dan gaan ze verder. Ja. Zo. Yes. Trek hem maar. Door. Ja, heel goed. Je bent er. Hoppakee. Zo. Zo, en dan doen we er weer een touwtje om. Dit is heel leuk werk, want het wordt helemaal mooi, nieuw en schoon. Ja. Rietscherm zetten, dat is altijd leuk om te doen. En hoe lang gaat zo'n rietscherm mee ongeveer? Ja, heel globaal, 10 jaar. Het hangt er vanaf of het scherm vol op de wind staat of dat het erg luw staat. Ja. Maar neem maar gemiddeld 10 jaar. 10 jaar. Nou, we hebben hier in de kooi meer dan 1 kilometer scherm. Ja. Dus dan snap je dat wij altijd bezig zijn ermee. Hoeveel verschillende soorten eenden komen hier? Er zijn een paar soorten die dan de overhand hebben. Ja. De meest voorkomende in het winterhalfjaar, dat is de smint. Ja. Als er een volle kooipas is, zegt 5000 eenden, dan zijn er 4000 sminten. Zo. Wat vind je nou zelf de mooiste eend, Hans, of maakt het je niet uit? Nou, ik heb eigenlijk een voorliefde voor de pijlstaart. De pijlstaart eend? Maar ze zijn allemaal prachtig.
pijlstaarten hebben een streepje voor. Een pijltje. Omdat voor. Ze vrij zeldzaam zijn. Ja. Als ik een pijlstaart vang, dan heb ik een gelukdag. Dat ik er een in handen heb. Ja? Ja. En een pijlstaart is, als je hem van afstandje ziet, grijs. Ja. Maar als je hem in handen hebt, is hij niet grijs, maar is hij heel mooi zwart-wit gebandeerd. Hele mooie tekening. Nou, zo hard hebben ze me nog nooit zien werken met Oh, ik doe het nog rustig hoor. Ik hou het tempo nu een beetje op gaan voeren. Nou, we zijn trots op je hoor, Mirjam. In de Voornse duinen zijn diverse duinvalleien ontstaan. In de vallei aan de oever van het Oostvoornse meer is het een oase van rust. Op zoek naar bijzondere planten en bloemen is het hier vaak raak. Dit is wel iets heel anders dan de duinen waar we net waren, terwijl we nog wel in de duinen zijn. Ja, juist midden in de duinen kun je dit soort plekjes tegenkomen. Maar wat is dit soort plekjes? Dit noemen ze een duinvallei. Dat klinkt heel groot, maar dat zijn kleine lage plekjes, zeg maar, waar het zand weggewaaid is tot op het grondwaterniveau. Oké, dus even voor mijn begrip. Je hebt de grond. Ja, daaronder zit zout water in, omdat dat van zee... Ja, daar staat ook druk op. Ja. En het zoete water wat erop valt... Ja. In de zomer zakt dat nog door de grond heen en wordt op dat zoute water terecht. Ja, en het verdampt door de bomen natuurlijk die het drinken. Maar als er in de winter heel veel valt en het blijft op het zoute water, komt dat verder, totdat het hier helemaal onder water kan komen. Dat noemen ze een zoetwaterbel of lens en die drijft op de bodem. Op de zoute... Ja. Oh, dus dit is weer helemaal zoet, eigenlijk in een zoute omgeving. Ja, precies. Ja. Dit noemen wij altijd de parels van de duinen. Ja, de parels van de duinen. Ja, omdat hier, mensen die gek zijn voor planten, die komen altijd naar dit soort plekjes. Orchideeën, bitterling, allerlei kruiden, geneeskrachtige kruiden staan hier ook heel erg veel. Dus dit is echt dit is de rijkdom waar Voorne Duin beroemd om is geworden. Kijk, als je hier kijkt, dan zie je dus een heleboel soorten planten, maar bijvoorbeeld ook deze orchideeën. Nou, daar zijn mensen altijd dol op, hè? Op orchideeën. Dat roept iets op van bijzonder. En die staan hier dus massaal. Hè? Ja. Dit is herfstbitterling. En het gekke is, bij heel veel planten is het zo dat dit de meest noordelijke grens is. En dit is juist de meest zuidelijke grens van deze plant. Dus als je richting Denemarken gaat, komen we hem ook tegen. En dit is de meest zuidelijke groeiplaats. Goeree, Overflakkee, Zeeland, komt hier niet voor. Dit hele tere plantje, dat heet teerguichelheil. Nou, teer omdat het zo klein is. Guichel komt van gekte of giechelen. En heil komt van gezondheid. Het is helemaal niet zo heel groot, zo'n grote duinvallei. Nee. Maar daarbinnen heb je dus heel veel microklimaatjes. Ja, en dat hoeft maar een centimetertje te schelen. En dan heb je al verschil in... Dus dit plantje zou wellicht daar 30 meter verder niet kunnen groeien? Nee, want dat is net iets te droog. Jo. Ja, en het zijn ook allemaal nog soorten die als in... rode lijst kijkt, staan er een heleboel soorten hier. Allemaal beschermde plantjes. Heel veel mensen denken dan, daar moet je dus heel zeldzaam mee, heel voorzichtig mee omgaan. Nou, dat doen we ook, maar je kan er rustig doorheen wandelen. Ja. Geen enkel probleem. Picknickkleedje mee. Ja. Wijntje mee. Kan ik me iets meer voorstellen. Franse kaas. Ja. Jan. Ik zou een stroopwafel meenemen. Stroopwafel? Is dat iets typisch boswachters? Ja, kennelijk. Ja. Oh, ja. Ja, mooi gebied. En je kan er gewoon in. Precies. Tot zover deze aflevering van Hollands Groen. Volgende week zijn we er weer. Dan gaat Mirjam de boot in op de Nieuwkoopse plassen. En Johan pakt de pont naar het eiland 10 gemeten. Voor meer informatie en de laatste groene nieuwtjes, kijk op Rijnmond.nl of omroepwest.nl. En volg ons op Facebook.